Zij zijn inmiddels overleden aan die vreselijk slopende spierzenuwziekte ALS. In Nederland hebben we 1500 mensen die aan ALS lijden, die de dodelijke diagnose hebben gekregen. En daar komen jaarlijks 500 mensen bij. Maar ook jaarlijks gaan er 500 mensen dood aan die ziekte. Gemiddelde duur van leven na de diagnose is 3 tot 5 jaar. Nog steeds is er geen enkel medicijn die hier iets tegen kan doen. Dus wetenschappers hebben een hele belangrijke taak. Wetenschappers moeten aan het werk blijven om een mogelijk medicijn te vinden. En daar is geld voor nodig. En dat geld, dat moet van u of van mij komen. Door donaties of door giften. Het geld wat daarmee opgehaald wordt is hard nodig in de strijd tegen ALS. Want dit stelt wetenschappers in staat hun onderzoek voort te zetten. Maar ook om de kwaliteit van leven voor deze patiënten een beetje draaglijker te maken. Deze opname die is alweer van 3 jaar geleden. Inmiddels heeft de afschuwelijke ziekte ALS ook onze familie getroffen. Onze broer Carlos heeft onlangs de diagnose ALS gekregen. Des te meer reden voor mij om jullie allen aan te sporen, te helpen een medicijn te vinden tegen deze afschuwelijke ziekte. Hoe kan dat? Nou, door bijvoorbeeld zondag 28 augustus in het water te springen tijdens de Amsterdam City Swim. En je kunt ook doneren. Om zo via algemeen onderzoek een medicijn te vinden om deze afschuwelijke ziekte de wereld uit te krijgen.